Voorzitter, laat me u alvast zeggen dat wat betreft persvrijheid, beperking aan journalisten om hun werk te doen, dat deze regering Santokki Brunswijk ons daarvoor nooit heeft schuldig gemaakt. Alle journalisten krijgen de vrijheid om hun werk naar behoren te doen. Maar over die incident gesproken, meneer voorzitter, is zo dat ik op een gegeven moment naar mijn auto liep. Iemand vroeg mij voor een 500 SRD om een recept te betalen. Dus ik stap in mijn auto en ik pak een 500 SRD uit mijn auto. Dus ik draaide weer om het geld te geven aan die persoon. Toen zag ik een journalist. Helemaal in mijn auto. Dus wat doe je hier in mijn auto? Dus toen heeft de veiligheid direct die man gepakt. En ze hebben hem afgevoerd. Dat is gebeurd. Dus wat de handeling van de veiligheidsmensen betreft, daarvoor ben ik niet verantwoordelijk. Zij kunnen hun werk. En daarvoor zal een rapport opgemaakt worden. En de betreffende instanties zullen dan die rapport krijgen en beoordelen. Maar in ieder geval zijn er ook andere instanties. Dat zij heeft zijn recht. Hij mag ook naar de politie. Hij mag gaan waar hij wil. Maar wat betreft de afvoer van die journalist, daar ben ik niet betrokken. Dus wat is gebeurd, dat is gebeurd. En daarvoor is er een incident. Meneer de voorzitter, dus dat is gebeurd. Dus we moeten eerlijk zijn. Journalisten die hebben ook een ethisch code. Als journalist moet je weten precies hoe je moet gedragen. En dan om deze zaken te voorkomen. Maar in ieder geval, het is niet zo bedoeld dat deze regering of de vicepresident geen journalist wil antwoord wil geven. Of je mag geen foto maken zoals men dat doet. Maar je kan niet zo dichtbij komen. En die veiligheidsmensen weten niet of je een journalist bent. Dus ik heb ze gezegd, maar het is een journalist. Nee, dat wisten we niet. En u weet het, meneer de voorzitter. De veiligheidsmensen doen hun werk. En ik kan niet voor hen bepalen wanneer ze moeten optreden. Dank u wel. Dank u wel. Ik verdaag naar donderdag 10 uur. Zal verdaag naar donderdag 10 uur. Ik zag de mensen naar zijn auto toe lopen. Dus ik dacht, hé, dit is een mooi moment om vast te leggen voor online of voor de krant. Ik liep er naartoe en ik maakte volgens mij 1 of 2 foto's hoor. Toen zag de VP, hij zat al in zijn auto, maar ik probeerde dus die mannen die bij zijn auto stond vast te leggen hoe ze bij zijn auto hangen. Hij zat in zijn auto en hij zag dat, maar en hij vond het niet zo leuk dat ik die foto heb gemaakt. Toen gilde hij vanuit zijn auto, hé, nou doe er en om ik foto voor inzien voor awa give me. En ik ben me van geen kwaad bewust. Dus ik zeg van, maar Sammy doe verkeerd. Niet door een CU, dan heb ik een foto gewoon. En het werd een beetje grimmiger. Toen stond hij op en hij zei, nou dat puntjes, die is nooit meer. En hij stapte uit zijn auto. Hij liep naar me toe. Ik ben 1, 2 stappen naar achteren gelopen. En toen bleef ik staan. Toen zei ik, maar Sammy doe verkeerd. Je mag mijn foto toch? Dus ik stond met hem te praten. Ik probeerde hem uit te leggen dat ik niets verkeerd heb gedaan. En een van zijn beveiligingsmannen greep me aan mijn kraag zo. En vanaf dat moment weet ik niet meer precies. Dus ik kan de juiste volgorde niet meer vertellen. Maar ik weet in elk geval dat iemand me van achteren greep. In een soort wurggreep zo. En ze hebben me op de grond gegooid. Geslagen met een heleboel termen. En het ging allemaal om mijn telefoon. Ze vonden dat die beelden niet gepubliceerd mochten worden. Het ging allemaal om mijn telefoon. Maar ik hield mijn telefoon vast. Ze probeerden mijn telefoon uit mijn hand te trekken. En het werd een beetje gehaald en getrekt terwijl ik op de grond lag hoor. En in die tussentijd moet je denken dat ik word geslagen door. Ik weet niet hoeveel er waren. En op een gegeven moment trapte een van ze op mijn hand zo. Dus ik kon het niet meer volhouden. En ik heb mijn telefoon, ze hebben het uit mijn hand gegrepen. In hun auto, hun voertuig gestapt en weggereisd. Dus ze hebben je telefoon meegenomen? Ja, tot op dit moment heb ik mijn telefoon niet terug.